Hoi iedereen en leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Boker de Sims. Ik ben natuurlijk Bo en vandaag ga ik verder met de Sims 4 serie. En ik ga weer verder met, natuurlijk de familie. En weer met het Sims 4 jaargetijden pakket. Want er is natuurlijk net een nieuwe uitbreiding uitgekomen. De Sims 4 jaargetijden, oftewel seizoenen. En in de vorige aflevering heb ik al naar alle kleding en haar en zo een beetje gekeken. Maar ik heb nog niet echt naar de meubels gekeken. En ik heb trouwens nu ook een park neergezet. Waar allemaal dingen van Sims 4 seizoenen dus in zitten. Dus daar ga ik straks even naartoe. Dus ik ga gewoon eigenlijk Sims 4 jaargetijden nog eventjes wat verder uitzoeken. En heb je zin in deze video, doe alvast eventjes een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je geen één Sims video wilt missen. Gaat Millie eventjes naar de wc. En ik kreeg heel veel reacties van jullie dat ik in mijn huis nog een parapluhouder moest stoppen. En een verwarmingsding. En het is gelukkig trouwens vandaag mooi weer. Ik weet niet... temperatuur konden we niet zien. Voorspelling van vandaag, hittegolf. Er is zelfs een hittegolf vandaag. Dus het is vandaag heel warm en zonnig. Nou, een beetje zoals het nu echt in het echte leven ook is. Want hier is het nu 30 graden buiten. Dus dat is ook wel een beetje een hittegolf. Oké, maar ik ging dus eventjes naar bouwen. Want ik moest een paraplu houder of zoiets dergelijks kopen. En ik denk dat we dan, als het dan regent, dat ze dan automatisch zeg maar een paraplu mee naar buiten nemen. En dat is wel handig. Jaargetijden. Ik ga eens even kijken. Ik had wel een beetje al naar de meubels gekeken trouwens, maar nog niet echt. Dit is de thermostaat. Dat is denk ik dan de... hoe heet het? De verwarmingsdinges. Even kijken, die ga ik dan eventjes in mijn huis neerzetten. Een zwarte. Ja, waar staat dat meestal? Bij de voordeur staat meestal... Nee, dat is niet waar. De thermostaat staat meestal, meestal in de woonkamer. Ik zet hem gewoon hier. Vind ik wel een mooie plek. Ik denk dat jullie dat bedoelden met verwarmings... jullie zeiden gewoon dat ik een verwarming moest toevoegen. Ik denk dat dit het is. Tenzij er ook nog kachels zijn. Maar ik ga even verder kijken. Zolderse decoratiekist. Daar heb ik ook dingen over gelezen in de reacties. Dat als je daarop klikt of zo. Of als feestdagen er zijn, dan kan je makkelijk alles hieruit halen of zo. Ik ga het gewoon eventjes neerzetten ergens. Ja, ik heb niet echt een zolder. Dus waar ga ik het dan neerzetten? Misschien kan ik het hier in dit kamertje neerzetten. Dit is niet echt een kamer die we heel veel gebruiken. Dus dan zet ik het gewoon hier neer. Zo, daar doe ik gewoon alsof dit de zolder is. Nou, maakt ook niet uit. En dan hebben we hier een waterballonemmer. Oh, dat heb ik ook nog niet gezien. Nou, die ga ik ook even neerzetten, want dat lijkt me ook wel grappig. Ik denk dat we daarmee dus waterballonnen uiteraard kunnen maken. Die wil ik wel in het rood. Zo, nou kunnen we in ieder geval even proberen. Misschien is het meer leuk voor kinderen, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Die schaatsbaan en die rolschaatsbaan en zo, die zitten dus in dat park wat ik heb neergezet. Daar gaan we straks naartoe en dan gaan we lekker rolschaatsen en zo. Kunnen we dat even proberen. Lappie de stroomman. Ik denk dat dit... dat ziet er wel meer creepy uit. Ik denk dat dat meer gewoon decoratie is. Ja, en we hebben dan al die kransen en zo. Nou ja, dat is natuurlijk over in de winter. Maar het is nu zomer in de Sims. Even kijken. Oh ja, parapluhouder. Die zocht ik nog. Even kijken. We hebben hier ook een parasol. Ah, hier is het paraplu-rek. Oké, dan ga ik die eventjes neerzetten. Lijkt me ook logisch dat die een beetje bij de voordeur staat. Misschien hier zo. Nog een ander leuk kleurtje. Zwart is wel mooi. Zo, die zit dan hier neer. En ik denk dat we daar dan automatisch paraplu's uitpakken als het regent. We hebben ook een zomerpretmand. Geen idee wat precies. Ik zet het gewoon even neer en dan kijk ik er wel gewoon even naar of ik er wat mee kan. Misschien is het ook wel voor decoratie. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan heb ik er in ieder geval naar gekeken. Vloerlantaarn. Kinderhobbytafel. Oh, dat is zo'n tekentafel, maar dan nieuw of zo. Handdoeken set. Even kijken. Ja, nogal wat standaard meubels eigenlijk. Volgens mij zijn er verder niet echt dingen die ik nodig heb. Oh ja, en al die kraampjes. Die zitten ook in het park waar we er straks naartoe gaan. Een sproeier. Oh, die kan ik misschien ook wel eventjes neerzetten. Gewoon om eventjes te kijken hoe dat is. Zo, zet hem gewoon even daar. De weerbesturingsding, dat had ik al neergezet. Die staat hier. Ik heb hem alleen nog niet gebruikt. Scouting. Zie je, scouting. Scouting in signboard. Oké. Dan kan je bij de scouting of zo. Of wat staat er? Om in scouting rang te stijgen, moeten scouts goede daden verrichten. Scouts kunnen het bord gebruiken om hun voortgang te controleren. Oké, maar hoe kan je dan een scout worden? Kan je naar de scouting dan?
weet niet, ik heb daar nog niet echt iets over gezien of zo. Misschien is dat meer voor kinderen. Nou, weet je wat, ik zet het bord even neer en dan kijk ik wel wat ik ermee kan. Even kijken, wat heb ik allemaal zojuist neergezet? Hier hebben we een zomerpretmand. Oh, dat is alleen voor de sier, denk ik. Nou, de kinderen kunnen er ook niet op klikken. Nou, dan mag die wat mij betreft meteen weer weg. Ja, ik bedoel, zo mooi stond die nou ook weer niet. En de waterballonnenemmer. Oh, die kunnen we natuurlijk wel gebruiken. Ga ik zo meteen eventjes doen. Even naar dit bord kijken hoor. Oh nee, hier kan ik ook niks mee. Kunnen de tieners wel daar wat mee? Nee, ook niet. Nou, het zou dan wel voor kinderen zijn of zo. Als je iets meer weet over de scouting, laat me vooral even weten. Want ik heb daar niet echt in verdiept. Ik wist niet eens dat er iets met de scouting was. De sproeier. Nou, die zou ik wel... Oh, daar kan je ook mee spelen. Dat is wel leuk. In het echt. Wij hebben hier ook een sproeier. En daar gaat mijn hond altijd mee spelen. Dus het is wel leuk dat je in de Sims daar ook mee kan spelen. En ik kan hem aanzetten. Nou, kijk eens aan. Het is niet echt nodig hier. Nou ja, voor die planten moeten wel water natuurlijk. Maar goed, dat is... het werkt in ieder geval. En hij gaat ook niet meer uit. Oh, uitzetten. Ik drukte op uitschakelen. Wat is inschakelen dan? Wat is het verschil tussen... Wat is het verschil tussen inschakelen en aanzetten? Nou ja, goed. Ik weet niet precies wat het verschil is. Even kijken. Oh ja, de paraplu-mand heb ik net neergezet. Die staat hier. Ah, dan kunnen we gewoon een paraplu uitpakken. En de thermostaat. Thermostaat is eigenlijk warmer bespaart geld. Koeler kost meer. Oh, dat is omdat het warm buiten is. Het is warm buiten. Als je het koeler instelt, gaat je energierekening omhoog. Nou, dat lijkt me best logisch. Want dan zal wel de airco, zeg maar, aangaan. En dan kost dat meer energie. En als je het warmer zet, dan bespaar je geld. Want dan, ik denk dat er dan gewoon niks verwarmd wordt. Dus dan staat er ook geen airco aan. Nou goed, ik laat dat wel gewoon lekker staan. Maar hebben ze het dan ook heet of zo binnen? Ik zie nog niet dat ze het heet hebben of dat ze het koud hebben. Dus daar zie ik nog niks van. Oh, Hanna heeft weer een boek geschreven. Nou, dat is helemaal top. Want dan kan ik dat boek weer eventjes publiceren. Of tenminste, ik weet niet of dat kan al. Nee, dat kan nog niet. Dat kan maar één keer per week. Ja, ik kan ook dit doen. Aan uitgever verkopen. Dan verdienen we iets minder, maar kan ik het wel gelijk doen. Ik doe dat wel gewoon. En dan schrijf ik nog wel... Een nieuw boek en dan gaan we dat wel weer publiceren. Oh, wat is zijn verkleding aan? Oh, dat zijn die zomerse outfits zeker. Die heb ik nog niet aangepast. Oké, nou ik ga weer dan gelijk beginnen aan een nieuw boek. Een genreboek. Jeetje, wat kan ze altijd veel kiezen, joh. Laten we gewoon een non-fictie schrijven. Zo, en Millie gaat gitaar lopen spelen, maar dat gaan we even niet doen. Nee, ik ga niet in het vampierenrestaurant lunchen. Ik neem even mijn gitaar mee en dan ga ik met Millie eventjes naar, naar dat park waar ik het net over had. Want ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd. Ik heb het park wel neergezet, maar ik heb er nog niet echt naar gekeken. Dus misschien is het helemaal wel niet leuk, dat kan ook. Of nou ja, het zag er wel leuk uit, maar ik heb nog niet echt tot in de details overal naar gekeken. Het staat in deze wereld, ik ben even de naam kwijt. En hier heb je dus normaal het normale park, zeg maar die heb ik dus vervangen door het Seasons Park. En, want de kavel was 50 bij 50. Nou, dat kan je bijna nergens neerzetten. Ja, hier volgens mij wel. Maar dat vond ik niet zo leuk. Dus ik heb die gewoon hier neergezet. Ik vond het wel een beetje jammer, want het originele park is nu weg. Maar die kan ik natuurlijk altijd terugzetten als ik dit park zat ben. Maar misschien is het wel veel leuker. Dus ik ga er gewoon eventjes naartoe en we zullen het zien. Het is toch ook niet te geloven. Ik ga naar het park en het begint weer te onweren en te regenen. Jongens, het is echt niet te geloven. En dan heb ik ook nou geen paraplu meegenomen. Want ik dacht, nou, er is zon en een hittegolf. Dus ik heb geen paraplu nodig. Maar ja, blijkbaar dus wel. Nou, het is hier nou niet gezellig of zo. Nou, dit is in ieder geval het park. Ik kan het wel eventjes natuurlijk laten zien. Hier heb je een plaatsje voor kinderen om te spelen. Hier kan je schaatsen. Dit is toch schaatsen? Dit is skaten. Nou, dat zullen ze ook wel schaatsen noemen. Maar hier kan je dus skaten en hier kan je schaatsen. En hier zijn al die kraampjes. Oh, ze stond in de stroom. Oh my, oké. Paniek, ze stond in de stroom. Ze werd gewoon gebliksemd. Oh, kan ze daar ook aan doodgaan? Want dat zal wel heel erg heftig zijn. Nou, we gaan even in de regen douchen. Ze doucht letterlijk. Jongens, ze doucht letterlijk in de regen. Ze staat naakt. Nou ja, ze heeft een shirt aan, maar geen broek en...
Ze douchen letterlijk in de regen. Ze wordt er letterlijk schoon van. Ja, sorry hoor, maar van regenwater word je nou niet echt bepaald schoon. Maar goed, het zal wel. Ze is aan het douchen in de regen. Eigenlijk best handig. Hoef ik niet weer helemaal naar huis om te douchen. Goed, ik vind het echt wel een beetje jammer. Oh, wat is dit? Wacht. Dit staat buiten de kavel. Heeft de Sims dat dan... Oh, er kwam hier bliksem in. Dat is wel een beetje eng. Maar goed, heeft de Sims dan uit zichzelf ook dit neergezet of zo? Want dit staat buiten de kavel. Dit kraampje staat ook buiten de kavel. Dus ik denk dat de Sims dat automatisch, zeg maar, heeft neergezet. Oké. Het is al wel interessant. Maar ik vind dit wel echt een beetje jammer. Gaat het nog stoppen met regenen? Voorspelling van vandaag. Of kan het misschien ook, want in mijn wereld, Brindleton Bay, was het zonnig heel de dag. En dit is natuurlijk een andere wereld. Dus kan het misschien dat gewoon in elke wereld dat het weer daar anders is. Dat is ook best logisch eigenlijk. Maar wel een beetje jammer. Ik vond het juist zo prettig dat het warm was. Goed, ik ga gewoon even skaten. Ik ga het gewoon doen, ook al regent het. Boeit me niet. Niks houdt mij tegen om lekker te skaten. Kijk eens. Daar gaan we. Is dit ook nog een of andere vaardigheid? Of, oh ja, fitness. Oké. Okay. Het gaat niet helemaal goed. Nou, het zal ook al extra niet helemaal goed gaan omdat het glad is. Maar goed. Oh, het is helemaal glad op de schaatsbaan. Als je gaat schaatsen en er is, ligt water op, dan is het echt super glad altijd. Dat kunnen we ook nog wel eventjes proberen. Wel een beetje raar dat het ding hier zo staat. Ik vind het echt raar. Eigenlijk had ik dit helemaal niet neer hoeven te zetten. Want de Sims zet al automatisch ook wat dingen, schaatsbanen neer. Maar goed, maakt ook niet uit. Ga ik nu eventjes normaal schaatsen. Dat wil ik ook nog eventjes proberen. En dan daarna heb ik alles wel weer geprobeerd wat ik wilde. Moeten we trouwens ook vandaag de verjaardag vieren? Wacht, dat kunnen we in de agenda zien. Die is hier. Vandaag vieren we de verjaardag van... Hoe heet ze? Hanna. Die vieren we vandaag. En ik moet ook nog even feestdag toevoegen. Ik ga dat gewoon doen op donderdag of op vrijdag. Ja, dan is het wel mooier weer. Even kijken, want hier heb je wel allemaal feestdagen. Maar ik wil er gewoon even zelf een maken. Ik ga het gewoon even doen. Oké. Buiten decoraties kunnen worden aangepast. Oh, die decoraties heb ik nog niet naar gekeken. Blablabla. Oh, en dan worden de dakranden zo automatisch aangepast of zo naar de feestdag. Dat is wel leuk. Oké, maar wat voor... Ik ga gewoon een liefdesdag organiseren morgen. Ik krijg zelfs vrij van je werk en school. Hoe ga ik het noemen? Oké, wacht even. Hoe heet die andere... Dat heet gewoon liefdesdag. Oké. Ik doe het op donderdag trouwens. Liefdesdag. Hoe ga ik het noemen? Ja, Vadersdag vind ik zo stom. Even denken. Oké, ik heb een naam. Het heet Vind Je Liefde Dag. Ik wil het eigenlijk noemen Nationale Vind Je Liefde Dag. Zo van, op deze dag kan je de liefde van je leven ontmoeten, zeg maar. Dus ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als Liefdesdag, denk ik. Maar ik vind Liefdesdag, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als Valentijnsdag. Dat is meer een dag dat je de liefde viert. Dat je je relatie viert. Ik vind zelf Valentijnsdag helemaal niks. Maar dat is meer het idee van Valentijnsdag, heb ik het idee. En dit is dus een speciale dag om de liefde te vinden. En dan een paar weken later komt Liefdesdag. En dan kan je de liefde die je op deze dag hebt gevonden vieren. Nou, dat vond ik wel een leuk idee. En nu kan ik nog wat tradities kiezen. Dus wat standaard dingen die we doen. Bloemen geven. Gebruik de actie cadeau kopen. Om bloemen te kopen en deel te nemen. Nou, bloemen geven, dat vind ik wel iets. Daar kan je wel iemand mee verrassen, zeg maar. Cadeaus geven. Nee, dat is... Dankbaar, ook niet echt. Een afspraakje hebben, nou die moet er natuurlijk zeker bij. Neem een speciale sim uit. Dat is de traditie. Klik op de telefoon en dan moet je gewoon iemand mee uitvragen. Nou, die gaat er sowieso bij. Drinken. Vier met de perfecte zomerlimonade. Nou, dat is meer wat voor een zomerfeestje. Een voorwerp waarderen. Wat is speciaal en betekent iets voor jou? Bekijk voorwerp op een andere manier en ontdek een ware betekenis. Oké. Oké, klik op een voorwerp en selecteer waarderen. Oké, dus op die, er is blijkbaar ook een feestdag waarop je voorwerpen gaat waarderen. Apart, maar nou, eigenlijk niet zo apart. Ik bedoel, je moet wel waarderen als je bijvoorbeeld in een huis woont. Dat moet je eigenlijk waarderen, toch? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, niet iedereen heeft een huis. Even kijken, wat is 5? Drink, dansen, speel muziek. Feest vieren zit ons allemaal in het bloed. Oké, dus gewoon feest vieren. Even kijken, wat kan ik nog meer doen? IJsbeerduik. Het is ijskoud buiten, maar het water is nog niet helemaal bevroren. Perfect voor een lekkere duik. Oh, dat doe je natuurlijk op nieuwjaarsdag.
Leuk. Herdenken, dat kan. Maar bij welke dingen zit dan herdenken en zo? Misschien kan ook dat het bij geen één feestdag zit, misschien. Maar romantisch, dat hoort er natuurlijk bij. Naar romantische televisie kijken. Ja, nou ja, daar ga je niet echt. Met televisie kijken ga je niet echt een vriendje of vriendinnetje vinden. Dus dat lijkt me niet zo logisch. Wat is Vadertje Winter? Op speciale feestdagen brengt Vadertje Winter een bezoek aan het huishouden van feestvierende Sims. Als je snel genoeg bent, zie je hem misschien met een zak vol cadeautjes voor alle brave kinderen. Oké. Een soort Sinterklaas/Kerstman idee. Nou, dat is wel heel erg grappig. Vadertje Winter heet het dus. Oké, maar ik denk dat verder ik er niet echt iets bij ga doen. Nee. Nee, ik denk dat ik het zo hou: bloemen geven, afspraak hebben en romantisch zijn. Dus dat staat gepland voor morgen. Dus in de volgende video gaan we dat doen. Het oogstfeest. Dan kan ik ook even kijken wat daar allemaal bij zit. Hier decoreren, bla bla bla. Hier komt Vadertje Winter dus bij het winterfeest. Ja, dat duurt nog wel eventjes. En dan hebben we hier een verjaardag van Hanna. Maar die vieren we toch hier? Wacht. Huh? Oké, ik weet niet waarom dat hier staat. Want Hanna is hier jarig. Maar oké, het zal wel. Oudjaarsavond, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Daar heb ik nu al zin in. Alleen het duurt nog zo lang. Het is ook raar om nu oudjaarsavond te gaan vieren in de zomer. Dat klopt natuurlijk ook niet, maar het duurt nog zo lang. Liefdesdag. Nou, dat is eigenlijk een beetje precies hetzelfde als wat we morgen gaan doen. Maar goed, ik heb er zin in. Oh, wacht, kan ik niet dit plaatje even aanpassen? Ja, dat kan gelukkig maar. Nou, gewoon de hartjes. Zo, oké. Dus dat is in de volgende aflevering. Dan hebben we onze eerste feestdag. En nu, ik weet niet. Oh ja, Millie zit nog te schaatsen. Nou, ze vindt het wel leuk. Maar ik vind het nog steeds een beetje jammer dat het zo slecht weer is. En ik denk ook dat ik bijna naar huis ga. Want we vieren dus vandaag de verjaardag van Hanna. Moeten we natuurlijk wel een beetje leuk vieren. Want ze wordt al een oudere? Oh my god, ze wordt ouder, jongens. Erg. Nee, erg. Het is niet erg, maar ook weer wel of zo. Nu voelt het ineens alsof het allemaal heel hard gaat. Ik bedoel, ze wordt al een oudere. Moeten we dadelijk als Madison en Lucas ouder zijn, moeten we alweer verder gaan met Madison of Lucas. Of allebei natuurlijk, want ze hebben een soort van verkering. Maar ja, het gaat allemaal weer hard. Ik ga in ieder geval eventjes weer hier weg. Laten we weten wat jullie van het park vinden. Ik vind het zelf heel leuk. Maar in de regen vind ik het niet zo leuk. Het is wel jammer dat het niet zo mooi weer was. Hopelijk is het in Brindleton Bay nog wel mooi. Ik ga in ieder geval naar huis. En ik hoop het maar. Nou, ik ben weer thuis en ik had gelijk. Het is hier nog steeds heel heet. Het is echt een hittegolf hier. Dus, nou, Millie die kan in ieder geval hier lekker even opdrogen. Ze moet wel eventjes haar zomerkleding aan. Dus ze heeft nu één shirt met lange mouwen aan. Ik weet niet wat haar kleding hier is. Oh, nou, dit is op zich best wel leuk. Heb ik dit? Nee, dit heb ik niet zelf gemaakt. Maar goed, dit is standaard door de Sims gemaakt. Maar het ziet er wel leuk uit. Ik ga eventjes. Ja, wat gaat Millie eventjes doen? We gaan even die waterballonnen vullen. Dat vind ik wel even leuk. Oh nee, wacht. Nee, we moesten even de verjaardag van Hanna vieren. Dat moest ik natuurlijk doen. Dus ik ga een taart maken. En dan kunnen de kinderen wel eventjes met. Oh, wat is dit allemaal, joh? Allemaal nieuwe dingen maken. Mooi, dan kunnen de kinderen wel eventjes waterballonnen maken. Tenminste, als ze dat kunnen. Ik denk het bijna wel. Oh, ze ging de was wegleggen. Nou, dat mag je eigenlijk wel doen. Vind ik wel netjes dat ze dat wil doen. Zo, dan gaat ze dit even verplaatsen in de droger. Ja, dat wassen, dat gaat ook allemaal maar door. Pluizenfilter schoonmaken voordat het weer in brand staat allemaal. Oké. Gelijk ook even de was weer in de wasmachine doen. En dan kan Lucas trouwens in de tussentijd, die kan wel eventjes waterballonnen maken. Zo. En dit eventjes wassen. Nou, dat is ook allemaal weer aan de gang. Super. Hamka, die is nog tevreden. Ook super. Dit moet nog gemaakt worden, maar dat ga ik eventjes Hanna. Oh, ze is aan het rouwen om Finn. Oh, dat vind ik heel sad. Ik word er bijna zo weer sad van. Maar goed, ga maar eventjes lekker douchen, want ze stinkt een beetje. En ja, dit moet Hanna denk ik eventjes maken. Die vaatwasser, want zij heeft. Oh, nee, ze heeft helemaal niet een hoog handigheidsniveau. Wie heeft dat dan? Oh, ze hebben allebei even hoog. Oké. Nou ja, dan maakt het niet zoveel uit wie dat maakt. Ik weet nog niet wat er zojuist is gebeurd. Ik heb de melding even gemist. Oh, ze heeft kokenniveau 10. Was dat het? Oh.
Heeft Millie dat? Oh, dat had ik niet verwacht. Hoe kan dat nou? Oké, okay, nou leuk in ieder geval. Ik ga de verjaardagskaartjes toevoegen. Wordt hier gebeld? Nee, dat kan even niet, want er is een verjaardag aan de gang. Of nou ja, ik moet denk ik nog wel zelf mensen uitnodigen. Ik heb wel een evenement gemaakt voor haar verjaardag, maar volgens mij moet ik nog wel zelf mensen uitnodigen. Nee, trouwens, dat hoeft helemaal niet. Dat had ik toch allemaal al van tevoren gedaan? Volgens mij had ik dat van tevoren gedaan. Mensen uitgenodigd en een tijd gekozen. Ik weet alleen niet meer welke tijd. Volgens mij 's avonds ergens. Kan ik dat nog terugzien of zo? Nee, volgens mij niet. Of heb ik dat evenement dan verwijderd? Nee, jawel denk ik. Ik heb het denk ik niet gedaan of zo. Het staat nergens dat er een evenement gaande is. Nou goed, dan doe ik het wel eventjes opnieuw. Blijkbaar heb ik iets niet helemaal goed gedaan dan. Gaan we gewoon eventjes opnieuw mensen bellen. En wachten tot ze komen. Wat gaat zij nou doen? Opbergen. Nee, je moet even dit repareren. Of nou, trouwens, laat dat lekker zitten. We doen gewoon vervangen. Hier, zo duur is het ook weer niet. Wat doet hij? Er staat iemand heel eng in onze tuin. Ik ga een... verjaardagsfeest natuurlijk doen. Zo, kom er even niet uit. Met met Hannah. Hannah is jarig. En de gasten, dat zijn... Cole, blijkbaar. Willow. Dan Griffiths. Ja, ik nodig Dan Griffiths gewoon uit. Waarom ook niet? Dave Rackman. Nicolas mag voor mij ook komen. Aya mag voor mij ook komen. Alicia natuurlijk. Oh my god. Dit vind ik eigenlijk wel genoeg mensen. Anders wordt het weer zo heel druk. Zo. En dan gaan we het vieren. Gewoon lekker in ons eigen huisje. Zo. Let the party begin. Wacht tot er wat mensen zijn. Dan gaan we daarna eventjes de taart uitblazen. Even kijken. Nou, doe even lekker je feestkleding aan. Heeft ze een leuke feestoutfit? Vast wel. Hier, kijk, superleuk. Nou, helemaal top. En, oh, er wordt hier een beetje romantisch gedaan. Oké. Ja, er wordt hier... Ik vind het wel een beetje spannend. Ik wil nog steeds dat de ouders het niet zien. Dus hopelijk zien ze het niet. Ik ga eventjes haar ook de feestkleding aan laten doen. Zo, en... Lucas natuurlijk ook. Moet er allemaal wel een beetje feestelijk uitzien voor deze gelegenheid. En Millie natuurlijk ook. Wat voor feestoutfits heeft zij allemaal? Oh jeetje, wat heftig dit. Het is een hele heftige jurk. Ik moet nog steeds haar outfits even aanpassen, want alles is nog best wel jong en zij is eigenlijk ook een ouder. Of nou ja, dit kan eigenlijk prima. Superleuk. Ik wil ook deze jurk eigenlijk wel in het echt. Maar ze wordt wel bijna een oudere ook, dus dan ga ik ook eventjes kleding een beetje aanpassen en zo. Goed, Hannah. Ik denk dat je wel... Oh ja, je mag ook wel even iedereen welkom heten. Dat mag van mij ook. Hier, bedankt voor de komst en zo. Of wat doet ze? Omhelst worden. Oh, ze werd omhelst. Oké. En ook door Dan Griffiths, denk ik. Oh nee, toch niet. Nou, ik bedank hem in ieder geval gelijk even voor zijn komst. En nou, dan gaan we de kaarsjes uitblazen. Millie, kom je ook even gezellig kijken? Gaan we gewoon gelijk de kaarsjes uitblazen. Ik bedoel, ja, het is alweer laat. Ik moet ook niet te lang wachten. Het gaat gebeuren, jongens. Oh, het gaat blijkbaar niet gebeuren. Oh, ze zit nog te kletsen. Wat een kletskous, Hannah. Nou, daar komt het, hoor. Woe! Nou, er wordt ze een oudere. Oh my god. Ze ziet er helemaal nog niet oud uit. Ik heb helemaal nog niet het gevoel. Maar het is nu toch echt gebeurd. Hannah is een oudere. Wow, ze ziet er nog steeds jong uit. Hoe kan dat nou? Ze is een oudere, maar ze ziet er echt gewoon... uit als... Oké, ze ziet er iets ouder uit. Maar in het gezicht ziet er helemaal niet oud uit. Alleen het haar eigenlijk. Als ze nu gewoon weer bruin haar heeft, ziet ze er eigenlijk helemaal niet oud uit. Dan ziet ze er gewoon uit als... I don't know, 30 of zo. Ja, toch? Ik vind het echt niet te oud uitzien. Nou, gaan we allemaal even lekker een stukje taart eten. We hebben zoveel taart, hè. Er zit ook nog zoveel taart in de koelkast. Zo, deze mevrouw mag ook wel even andere kleding aandoen. Ik kan echt niet meer. Jongen. Oké, wat gaan hun? Oh, ze gaan ook taart pakken natuurlijk. Iedereen lekker aan de taart. Gezellig. Oh. En Alicia is er ook. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk dat ze er is. Want Millie en Alicia en Hannah waren eigenlijk een beetje een vriendinnengroepje. Nou ja, Alicia is er dus een beetje buiten gevallen omdat zij als enige niet bij ons woonde. Maar het is wel leuk om ze weer even zo bij elkaar te zien. Dat vind ik wel heel erg leuk. Enthousiast zijn over taarten, tuurlijk. Wie is er nou niet enthousiast over taart? Taart is het leven. Vooral red velvet taart. Oh my god. Jongens, laat even weten wat jullie favoriete taart is. Mijn favoriete taart is sowieso red velvet. Echt super
Super lekker. Het is, als je het niet kent, het is een soort... het is een rode taart met witte icing. En ja, waar smaakt het naar? Ja, een beetje... Het is een soort chocoladetaart, maar het smaakt ook weer niet helemaal. Zo, het is gewoon heel lekker. Je moet het gewoon een keer proberen. Nu zit even gezellig te klessen. Nou, Millie kan ook even lekker klessen met Madison of zo. Leer elkaar eventjes wat beter kennen. Zo. En wat is Lucas allemaal aan het doen? Oh, die zit hier. Nou, Lucas, ga je even dweilen. Oh, hij kan er niet bij. Nou, dan ga je niet dweilen. Ook goed. Zo, even met Dan Griffiths praten dan maar. Over het hete weer praten. Dat is zijn vader. Toch? Ja, dat is zijn vader. Ik wou net zeggen. Ja, dan moet hij natuurlijk ook wel eventjes mee praten. Wel even leuk dat Lucas zijn vader ook weer even ziet. Want die ziet hij ook bijna nooit. Dan Griffiths is ook wel oud. Dadelijk gaat hij ook bijna dood, joh. Ik vind het nog steeds raar dat iedereen alweer een oudere wordt. De tijd gaat zo snel. Oké, ik ga Lucas even een foto laten maken met zijn vader. Dat is ook wel... vind ik ook wel leuk. Even als herinnering, want dadelijk is hij er misschien wel niet meer. Dan hebben we in ieder geval nog een leuke foto samen gemaakt. Want volgens mij hebben ze niet echt een foto of zo samen. Dus nou, vandaar even. Gaan we even een selfie maken. Nou, komt ie hoor. Lijken ze een beetje op elkaar trouwens. Ik vind ze echt niet op elkaar lijken. Wat vinden jullie? Nee, alleen de oogkleur zie ik. Nee. Ogen misschien een beetje alleen. Voor de rest zie ik het niet echt. Nou goed, we hebben een selfie gemaakt. Wel lekker van dichtbij die selfie, maar goed, dat maakt niet uit. Lucas die gaat gewoon nu slapen, denk ik. Ik bedoel, een beetje saai, maar hij is wel moe. Hier, Madison. Oh. Wacht, wie... Waarom ligt Millie in... Madison's bed, dat is niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Ik bedoel, ze hebben toch gewoon hun eigen bed? Zo, hier. Waarom is Madison de hele tijd zo flirterig? Wat doet Lucas allemaal? Dat zij zich heel de tijd zo flirterig voelt. Echt niet normaal gewoon. Ligt letterlijk iedereen te slapen? Oh, iedereen gaat slapen? Nou, dan cancel ik het verjaardagsfeest maar. Ja, als iedereen toch gaat slapen, dan, dan was dit het. Nou, het was niet een gespetterend feest. Maar goed, we hebben wel de verjaardag eventjes gevierd. Hanna is een oudere geworden. Bizar. En dit was weer de aflevering voor vandaag. Doe natuurlijk eventjes een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!